Maar willen wij geen huisdier? Maar nee! Oh jongens, vanavond Nederlands elftal! Goedemorgen. Een hele goede morgen. Zit je nou te lachen? Dat jij nog niet eens wakker bent. Ik ben nog niet wakker. Oh jongens. Het is ik heb echt het gevoel, echt veel te vaak gezegd, maar het is vroeg. Ik werd wakker gemaakt en toen belde iemand aan. Er kwam iemand wat langs brengen, maar ik wist niet dat hij al zo vroeg kwam. Dus ik ben nu wel wakker. Een uur van tevoren, ik moet pas om 11 uur, moet ik pas in Haarlem zijn, want ik ga sporten, weer lekker bij Hidde. En Hidde's hele zaak is helemaal nieuw, allemaal nieuwe apparaten. Maar goed, we beginnen de dag lekker. Dit is een ontbijtje. Ik ga lekker een cornflakes in een bakje pleuren met melk. Wil je college met mij volgen? Of ik college met jou wil volgen. Is het leuk? Nee. Wat leuk. Ja, ik wil dat ook wel heel graag eigenlijk. Ja? Ja. Dat leer jij het even over. Ga ja, nee, is goed. Dan ga ik het wel doen. Is goed. Ga jij dan voor mij sporten? Ja, is goed. Ik kan het alleen niet. Maar... Oh ja. Wimpy hoeft gelukkig geen operatie, jongens. Wimpy is safe. Hij mag over een maandje weer sporten, dus het viel allemaal nog best wel mee. Dus dat is fijn. Ik ga eventjes een ontbijtje maken. Hoe is je koffie? Lekker. Smaakt die goed? Moet je hem echt persen? Ja, ik heb er geen slokje van. Maar moet je nou echt persen zo drinken? Let nou eens op, man. Het is echt goed dat ik geen online les heb. Ik denk dat ik dit echt niet had gekund. Überhaupt dat jij geen les hebt, want je zou nooit op tijd komen. Gisteren zijn ook de kussens gebracht voor de loungebank. Het ziet er goed uit. Oh. Kijk, nu is het nog een beetje koud, maar straks in de zomer lig je hier perfect in de avond, want dan gaat de zon daar... Nee. Wil. Mijn wekker gaat. Wat een pest vent. Willem, ik wil naar binnen. Ik zou lief zijn. Nee. Stomme lul. Ik weet eigenlijk niet of ik deze al heb gefilmd. Maar we hebben dus gewoon een nieuwe bank. En hij zit echt fantastisch lekker. Hé, hey, kap daar. Hij is lekker zacht. Hé, hey, ben je niet met je voeten op de bank? Niet gek doen, hè? Jongens, jullie moeten echt ophouden met die ongein. Nee, ja, jij moet ophouden. Vervelend. Je bent net wakker en je zit dan weer gelijk te eten hier. Dat is logisch, maar bij het nu dat. Dat jij nou cornflakes in een bakje op je melk erin gooit. Geen ontbijt natuurlijk. Heb je die cornflakes gegeten? Ja. Dat is zo smerig, hè? Ja. Weet je wat ik smerig vind? Krusli met yoghurt. Hoe kan dat nou? Wat heb jij gegeten dan? Koffie. Dat is niet eten. Dat is wel een beetje gek, hè? Ik moet nog eten halen. Maar, wat ik net zei, volgens mij hebben jullie deze bank nog helemaal niet gezien. Ja, maar heel misschien in de vlog van Gio. Maar we hebben echt een perfecte bank, jongens. Hij zit zo lekker. Hij is echt fantastisch zacht. En Willem en ik die zijn al ongeveer 3 keer in slaap gevallen, allebei op deze bank. En dan maakt hij een leuke story van ons. Altijd. Maar goed, we zijn er blij mee. En schiet even op, man. Door jou komen we altijd te laat. Wacht, mijn sleutel. Kijk, dit is dus precies de reden waarom ik altijd te laat kom. Omdat ik altijd weer wat vergeet. Maar we gaan nu gelukkig op tijd weg. Dus ik kom op tijd aan in Haarlem. Willem gaat gezellig mee. Wat wil jij? Zijn drinkbeker, zijn drinkkan. Niet springen. Nee! Het blijft wel nu spannend nu we steeds in deze lift zitten. Helemaal niet. Ik vind het wel een beetje spannend. We gaan elke dag met onze buurman vindt het ook spannend. Ja, door ons. Door ons. Onze buurman heeft ons toen eruit gehaald. Die zegt ook, als ik met deze lift ga, dan stuur ik hem altijd eerst naar beneden. Hij stuurt dus ons op. Dat was de andere lift. Ja. Dus dat zeg ik toch. Ja. Waar ga je nou heen? We moeten toch naar min 1? Ja. Stomme idioot. Mijn auto staat nu daar. Alleen dit wordt straks mijn plek, nummer 1. En wat heel chill is aan deze plek, er zit een hele grote ruimte aan de zijkant. Dus je zou eventueel nog fietsen of een scooter neer kunnen zetten of iets anders. Een motor, nee. Ik zou ooit wel eens een keer een motor willen. Alleen ik denk dat ik echt degene ben die binnen een week alweer mezelf kapot rijd. De cold start hier in de garage is echt top. Oh, wacht. Dan heb je wel de sleutel nodig. Daar komt-ie. Hij blijft wel echt hard, hè, in de garage.
Maar jongens, we gaan er snel vandoor. Want we moeten ook nog denken. Snel. Hey Guus. Hallo. Hey. Fietje. Hij is schattig, hè? Wat een leukertje is het ook. Ja. Oh. Ben je verliefd? Ik voel dingen. En wat... Kijk even deze rij. We hebben hier Hidde. We hebben hier Virgil. Marije. Victor. Louise. Max. Hey, die ken ik nog niet. Sander. Dan kijk eens eventjes. Hier. Guus. Ik had hier ook kunnen hangen. Maar jij was te slecht. Kijk jongens, meestal ben ik natuurlijk degene die altijd te laat is. Maar hey, nu ben ik gewoon eerder dan Hidde en eerder dan Niek. Maar het is nu 7 voor 11, dus ze hebben nog 7 minuten. Maar echt leuk joh, ik ben gewoon een keer uit de sportschool. En zij zijn er niet en ik ben er wel. En dat komt echt door mij, want zeg maar Willem zei, kom nee, laten we nog even gaan padellen. Ik denk dat en laten we nog even een broodje gaan halen. En... Dat is het ook. Nee ja, ik moet wel toegeven, als Willem meegaat zegt hij wel van Vink, kom, we moeten gaan, want anders komen we te laat. Dus bedankt. Geen dank. Hidde heeft bij Healthy Bastards even een dikke upgrade gedaan. Er staan allemaal dikke apparaten. Hier, deze is erbij gekomen. Dit is erbij gekomen. En dit kanon is erbij gekomen. Dus we kunnen veel meer top oefeningen gaan doen. En nog sterker worden. Het is ideaal. Het is ideaal. Kijk eens jongens, Hit is aangekomen. Hey Hit, ben je niet fucking trots op mij? Ik ben gewoon te vroeg. Ja, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel geen woorden voor. Ik krijg het warm van binnen. Ja, ik snap het wel, ik snap het wel. Ik snap het wel. Kilematak. Guus is ook trots op mij, zei hij net. Echt? Ja, ik heb al met Guus gepraat. Guus, is dat echt zo? Ja, oké. Ja. Nou, top, we gaan zo lekker sporten. Niet mag hebben ofzo. Hey, Joppie! Hallo! Heb je Guus alweer gevonden? Ja, ik heb Guus heeft mij gevonden. Hey, hoe... Dezelfde auto. Hoe vind je dat ik op tijd ben? Van 2 dagen geleden. Hoe ik vind dat jij op tijd bent? Vind je het goed dat ik op tijd ben? Vind ik heel goed, maar weet je hoe dat komt? Ik moet even pull-ups maken. Oh, Willem. En Willem, maar wat, hoe kan het dat jij ervoor zorgt dat hij op tijd is? Voor het eerst. Nou, ten eerste heb ik vanochtend de deur open gedaan voor zijn bed. Doe ik zo, hè? Dus, de deur niet uit. Weet je wel, zijn bed was niet gelijk. En opeens ging de bel. Wist ik veel dat hij om 9 uur kwam? Ik zat gewoon in college, maar... Ik kwam om 9 uur. Voor iemand voor mijn bed. Maar ik wist dat niet. Slaap je nou nog steeds op het luchtbed, of niet? Nee, ik heb nu gewoon een bed. Mijn vader kijkt dus heel vaak jouw video's. Ja, het is alleen maar hetzelfde. Hij is elke dag te laat. Elke dag doe ik op die weer te laat. Kijk, Guus ook kijken. Ja, nou, dat vind ik normaal. Dat vind ik normaal. Kom, we gaan trainen. Kom op. Nee, dat was in mijn linkerarm, ik weet niet wat het is. Wat is er? Ik weet niet, ik trok hem uit. En toen had ik pijn in mijn linkerarm. Willem heeft ook pijn aan zijn linkerarm. Te veel gevat. Ah, nee, dat doet echt pijn. Nou, dat moet je niet doen. Nou, Willem is ook even lekker nog bezig. Hè? Die is lekker de benen aan het trainen, want het schoudertje moet rusten, Wimpie. Doe dat niet alsof het zwaar is, man, Willem. Nou jongens, we zijn lekker aan het trainen, met z'n allen. Het gaat goed, het gaat goed. Zeiden wij net echt niet, Wil, zeiden wij vanochtend niet van, hij hoeft geen operatie, maar hij mag een maand niet sporten? Ja, hij moet een beetje door de pijn heen. Heb je er last van? Een beetje. Stop dan! Nee. Stomme lul. Wij zeggen, ik zou vanochtend, heb ik in de vlog gezegd, Willem hoeft geen operatie, maar hij mag een maand niet trainen. 2 minuten later. Willem zit al wel weer, zie je dat? Hij heeft zo. Zo. Dikke tuinslang of zo. Hey, hoezo heb ik dat niet? Heb je nou 1 kies gegeven? Nee, 2. Weet je wat komt? Ja, half. Omdat je vetpercentage te hoog is. Dus je noemt me gewoon dik. Ja. Kom, we gaan trainen. We gaan allemaal oefeningen doen. Waardoor we sterker worden. Waardoor jij niet meer dik wordt. Je moet gewoon minder vreten. Hey, ga je morgen naar hardlopen dan? Je moet gewoon minder. Ja? Serieus? Ja? Ja, ik moet zeggen, ik jullie wel echt veel uitgaan de laatste dagen. Hallo. Je negeert gewoon... Sorry. Nee, maar ik als trainer, hardlopen, je bent met je hardlopen. Oh. Je moet gewoon minder vreden. Dat snap ik. En het feit dat jij zijn krachttraining kan doen, wil je hem meenemen in het slappe hardlopen. Nee, het gaat om discipline. Tijdens hardlopen kan je discipline leren. Ik ga gewoon minder eten en ik ga hardlopen. Wat dacht je daarvan? En minder zuipen. En meer... Ik wil me niet per se mee bemoeien, maar als je alleen maar op de bank liggen, slapen... Zuipen en uitgaan. Dat is een hele film, ja.
Ja, maar dat gebeurt volgens mij. Weet je, als wij niet slapen en niet uitgaan, zijn we push-ups aan doen in het huis. Ja. Nou jongens, misschien is het dan wel even lekker dat de clubs gewoon 3 weken dicht zijn. Dan kunnen we eventjes gezond doen, niet drinken. Ja, ja, ja. Alsof jij niet in het weekend een drankje doet. Ik drink helemaal niet, man. Nee. Ik ook niet. Nee. Ik ga aan mijn huid, dus ik drink het nog. Die man is zelfs nog maagd. Ik bedoel, hij moet het leven nog ontdekken. Ben je nog maagd? Ja. Ah, vervelend. Dat hoef je niet op camera, man. Ja, dat hoef je niet op camera te zeggen. Oh, vervelend. Ah, jongens, het zijn natuurlijk allemaal grapjes, hè. Maar we zijn bijna klaar met trainen en dan gaan we weer... Zuipen. Eten. Nee, niet zuipen, dan gaan we eten. Gaan we lekker een broodje halen bij Gemon. Nog eventjes doorgaan. We zijn er weer bij Gemon en we gaan weer kip halen. Wat is een vers jus hier? Ja? Wat dit? Dat ik niet, joh. Een vers jusje na het sporten. Er zitten heel veel suikers in, hè, jongen. Hoi. Hoi. De broodjes zijn binnen en we gaan weer terug naar de sportschool. Lekker, want Hidde zit daar te wachten op een lekker broodje. Ja. Is het een prank dat het dicht was? Goed. Ja, dat is goed. Maar dan moeten we de broodjes eerst buiten even zetten. We kunnen het gewoon niet doen. Of we kunnen het ook gewoon niet doen en gewoon gaan eten. Ik heb geen energie meer. Ik vind dat we goed hebben gesport vandaag. Want ik heb geen energie meer. Ik ben kapot, ik ben moe. Alles is hetzelfde wat ik net zei. Dus ik denk dat jij gewoon straks een lekker dutje gaat doen thuis. Ik ga straks op de bank lekker een dutje doen. Call of Duty. Maar eerst eventjes lekker eentje. Ah. Zo, onze rosé was op, dus we hebben weer een voorraadje, Wil. Chariet. Heerlijk. Wil je dat niet? Nee, we drinken niet. Nee, oh ja, wij drinken niet. Dat hebben we net nog gezegd. Wij drinken houd toch niet. Op, houd toch op. Nee, jongens, we hebben weer een lekker doosje met rosé erbij. Heerlijk. Hey, jongens, we zijn weer bij de car wash. Want ik ga eventjes lekker mijn autootje wassen. Ik heb het al lang niet meer gedaan. En weet je wat nu het chill is? Glilly, glim, glim, willem, glum. Mm. Als ik mijn auto was, wordt hij ook niet meer vies. Want oh, je rijdt niet meer buiten. Jawel, maar hij zit wel in de garage. Er komen er geen vieze bladeren op en zo. Heel goed argument. Laat mij dan gewoon even... mijn gevoel zegt dat dit een goed idee is. Oké, doe maar dan. Spannend, hè? Dat is geen leuk. Nee! Nee, Willem, nee! Hij is weer helemaal schoon. En we gaan nu even alle troep dumpen. Ik heb altijd best wel veel troep in mijn auto. Qua flesjes, plastic, hier allemaal aan de zijkant. Dus dat gaan we eventjes lekker dumpen. En dan is hij helemaal weer schoon. En iemand vond het nodig om vorige keer een sijsbroodje in mijn auto te eten. Dus dat ga ik ook eventjes opzuigen. Zo, hij staat weer in de garage. Helemaal schoon. Lekker hoor, jongens. En nu wordt hij niet meer vies. Oh, kijk eens eventjes. De koelkast wordt weer gevuld. Lekker hoor. Met lekkere wijntjes. Wat een topper. Godzijdank. Hey, Pieter. Hey, Jonas. Jonas. Mag ik een half jaar? Ja, zeker. Hey, mag. Leuk te zien. Wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb naar school geweest. Oh, leuk. Echt, want hij was echt wel heel leuk. Wat heb je geleerd vandaag? Geleerd vandaag? MDS-model. Ja. Gaaf, hè? En ik leer dat. Toen dacht ik, dit ga ik gelijk toepassen in het dagelijks leven. Ik snap het wel. Ja. Nu was je lekker aan PlayStation. Ik was aan PlayStation en wachtte op jullie. En nu ga ik er lekker vandoor. Ga je er vandoor? Wat ongezellig. Ik wil niet met jullie zijn. Oh! Hey, vanavond voetbal. Ja, zin in. Wat leuk. Willem! Ja? Wat snel gebeurt met de koelkast? Willem! 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 Nee, gast! Hij zit dicht. Man, die Willem, Willem, dit werkt niet zo. Wil. Hier is niet over na. Gast, ben je nou serieus? Ben je nou echt, ben je in het bloedje serieus? Hoezo loop je nou over? Gast, ik heb het niet gezien. Er zit al zo'n ding. Ik heb het niet gezien. Wat deed je dan? Je ligt gewoon zo? Kan je gaan naar mijn kamer? Ik ging wel vanuit dat hij dicht ging. Oh, jongens, we moeten hier erbij. Wat een zootje allemaal. Het is hier trouwens nog steeds wel een beetje een troep. Kijk, dit soort spulletjes die liggen hier ook allemaal. Want het zijn allemaal gewoon nog spullen die ik moet in, of in de kast moet leggen. Of nog een plekje moet geven. Maar kijk, ik ben dus laatst naar de IKEA geweest. En ik heb hier een mooie wasmand gekocht. En ik heb een leuke plant gekocht. Kijk eens even wat een leuke plant. Nee, ik weet niet. Ik vind het heel nice dat je zo'n stas, zeg maar, dan sta je lekker te douchen. En dan sta je eigenlijk met je half tegen deze plant aan te kijken. Superleuk. Alleen heb ik nu het gevoel dat hij een beetje aan het doodgaan is. Want alles is aan het krullen al. En dat was eerst niet. Maar ik denk dat het door dit ding komt. Want dit ding is best wel heet. Dus ja. Ik hoop niet dat hij nu al kapot gaat. Hoi. Wat doe je hier? Ik hoor op geschreeuw vanuit jouw badkamer. Ik denk, ga eens kijken of het wel goed gaat. Het gaat fantastisch met mij. Hoe is met je plant? Ja, hij gaat niet zo lekker. Zal ik het maar. Ik heb een goede plant, man.
Want kijk, hij is een beetje aan het krullen, zeg maar. Dit was niet toen we hem kochten, toch? Dit is een teken van bladluis. Bladluis? Bladluis, ja. Is dat heftig? Ja, misschien zou ik hem even op het balkon zetten. Heel veel frisse lucht voor dit plantje. Ik heb hem wel al water gegeven. Echt? Ja. Vanuit de douche? Nee, gewoon zo'n bakje, gewoon een glas. Nee, goed zorgzaam zeg. Ja, alleen hij was niet gekruld, toch? Of was het wel al? Nee. Ik heb het gevoel dat Hij hoort gewoon zo te staan, toch? Ja, ik heb een beetje dat gevoel dat door die vocht en door de warmte dat hij helemaal aan het krullen is. Hier ook. Ja, we kregen hem gezond binnen. Jij bent hem alweer ongezond aan het maken, vind ik. Komt het zelf buiten? Nee. Dan? Hij staat gewoon prima, toch? Ja, ik snap dat hij prima staat. Maar voor de gezondheid van de plant? Nee, hij staat mooi. Ik denk dat die plant gewoon hartstikke gezond is. Mm. En anders dan... Kijk, lekker actief is. Hey! Doe jij eens even normaal? Gaat de huis maar uit. De tram is er nog niet. Dat maakt niet uit. Ga ook de tram is maar uit. Ja. Ga er maar uit. Hij moet echt gaan. Ik hoef jou niet meer te zien. Doei. Tot over een uurtje of twee. Jij mag echt geen voetbal kijken. En die rosé die we hebben gekocht, daar krijg je geen slok van. Nee, ik drink niet. Doei. Wacht. Ja, nu kom je niet meer binnen. Je hebt het verpest voor jezelf. Ik heb iets nodig. Wat dan? Muziek. Oh. Wat een zeik hier allemaal. Vind kappen. Zie ik naar Madison Beer te kijken, Wil? Nee. Waarom zit je nou af? Nee, dat is gek. Waarom zit je nou af? Ik vond het ook leuk om naar te kijken. Nee, maar jij maakt mij belachelijk. Waarom maak jij jou belachelijk? Nee, ik weet niet. Is het toch gewoon een knapperd? Nou, ga er maar door. Ik had ooit in een Insta-story gezegd, toen stond er wie is je... Hoe noem je dat ook weer? Je crush? Toen heb ik gezegd Madison Beer. Ja, maar dat is hier van iedere jongen. Denk ik. Oh. Ja, dat is wel leuk. Madison Beer live performance. Ja, leuk Wil. Nee, ik snap het wel. Ga vooral door. Ik snap hem. Zo, het is alweer lekker donker buiten. En Willem krijgt pakkies. Oh, maar wie is Inter? Dat ben ik. Mag je liegen? Nee. Van wie? Van iedereen. Ik mag niet liegen, nee. Oké, ik sta achter. Willem is gewoon te goed. Maar het is vervelend, jij kent al die stomme trucjes, ken je allemaal. Ja. Vervelend mannetje is het. Dat doe je er aan, hè? We gaan op stap! En weet je wat we gaan doen? We gaan koffie halen. Want anders hebben we morgen geen koffie. Heb je sleutel? Ja. Oké, ik had hem al dicht gedaan. Oh. Nee, we gaan eventjes koffie halen, jongens, want anders kunnen wij morgen niet functioneren. Willem en ik zijn de enige in huis die koffie drinken. Wij hebben echt smaak. Ruben heeft geen smaak. Ja, maar jij hebt hele heftige koffie. Hij had op een gegeven moment koffie meegenomen met een sensitivity. Hoe wat nou? Intensiteit. Een intensiteit van 12. Dus ik nam één slok en ik moest al gelijk naar het toilet. Nou, dan gaat er toch flink wat mis. Dat is altijd met koffie. Min 1. Willem, dit is altijd op nul. Dit is nu de tweede keer dat je het fout doet. Bij de derde keer krijg je straf. Hoe doe jij dat? Doe eens niet. Oh, hij beweegt weer. Niet doen. Eens kijken hoe gezellig, jongens. De kerstsfeer hangt er al lekker in. Wanneer gaan wij een kerstboom inzetten? Wil je een kerstboom? Ik wil een kerstboom. Ik wil ook een kerstboom. Okay. Alleen we hebben geen geld voor een kerstboom. Zou je dan een echte willen of een neppe? Het liefst een echte, maar een echte geeft wel troep. Huh? Echte geeft wel troep, maar een echte. Ik wil een echte. Ik vind een echte veel mooier dan een neppe. Waar moeten we eigenlijk überhaupt heen? We zijn eventjes in de Bijenkorf, want die is ook in de buurt. Maar wat een gekkigheid, jongens. De kerst is al helemaal gaande hier. Weet je wat ik altijd heb? Ik heb altijd, als ik langs de Bijenkorf loop, wil ik toch gewoon eventjes kijken. Ik wil gewoon even een kijkje nemen. Broodrooster? Hebben we niet iets... Ja, een broodrooster. Iets leuks voor in het huis. Dit is echt zo'n professioneel. Wat is dit? Hebben wij niet een waterkoker nodig? Ook? Nee. Oh, wij zijn echt een beetje slappe honden geworden. Yeah. We hebben het alleen maar over geurkaarsen en lekkere geurtjes in huis. Kijk, dit is een geurkaars. Daar zijn wij fan van. Ja, zeker. Meenemen? Ja, is goed. Dat vind ik wel lastig. Je hebt er zoveel. Welke? Dit is eentje van 50 euro. Oké, we lopen door. Ja. We gaan naar huis. Zeg, maar je kan hem ook nog iets dichterbij zetten, want dit is wel nice. Dan kan je er zeg maar net niet in. Domme. Heb je dat vaker? Wat zeg je? Heb je dat vaker? Oh. Hey Wil, kijk, je hebt natuurlijk Guus. Maar willen wij geen huisdier? Willen wij niet gewoon een mini Guusje of willen wij niet gewoon een kat? Ja, een kat, maar het,
wel veel verantwoordelijkheid. Oké, dus als je nu zou zeggen, ja. Huisdier nemen ja of nee? Nou, mijn gevoel zegt ja, maar mijn verstand zegt nee. Hmm. Ja, ik zou wel heel graag een huisdier willen. En dan weet ik dus zeg maar niet of het een hond is of een kat. Maar ik denk eigenlijk zo dat... Zo is ook geen hond. Nee, ik denk dat een hond ook een beetje overdreven is. Een hond is op deze hoe leuk niet handig. Nee, en hoe leuk een hond ook is, je moet dan wel elke keer naar huis. En dan moet je ervoor zorgen, zeg maar. En een kat, ja. Dan kan je zeg maar nog wel een dagje alleen laten. En die vermaakt zich nog wel. Ja. Maar we gaan eerst eventjes lekker settelen hier. En dan zien we wel, misschien nog een kat. Een hond wordt denk ik echt niet al helemaal in het appartement. Dat vind ik een beetje zielig. Mm. Ja, dan zijn we het daarover eens. Ja. Hoi! Hey! Hoe is jongens? Goed. Hier ben je hier. Hey Joris! Hey. Hij is beneden. Oh. Ik ga wel. Oh, Willem, haal jij Joris. Laat die koffie eens even hier. Hey, kan je ze nemen? Nee. We hebben weer koffie, dus we kunnen weer lekker koffie drinken morgen. Hij was helemaal leeg. Kijk jongens, ons koffierekje helemaal leeg. Dus die gaan we lekker aanvullen weer. Oké, Ruben, we hadden het net over in de lift. Willen wij ook zo'n hondje als Guus? Nee. Nee? Nee. Willen we een kat? Ik vind een kat leuker dan een hond voor nu. Vooral voor hier. Oké. Okay. We kunnen geen hond nemen, dat is gewoon zielig. Oké, okay, maar als jij zegt van kunnen we een huisje nemen ja of nee, dan zeg jij? Dat kan. Oké. Okay. Dat kan. Maar willen wij het ook, is de vraag. Kom op, we willen een kat. Een kat is leuk. Ja, maar je mag alleen maar op Willems kamer. Ja, is goed. Dan laten we hem alleen op Willems kamer. Nee, maar ik vind het kat gewoon lachen. Gewoon lekker zo'n klein beestje die lekker rondloopt de hele tijd. Ja, maar het is ook... Het heeft aandacht nodig, een beestje. Het is weer verantwoordelijkheid die we erbij krijgen. Kunnen we dat? Dat wel, ja. Wat ik net ook al zei, laten we eerst even lekker gaan settelen hier en dan zien we de nadeel. Zo dat. Goed, hè? Auw! Oh! Tyfusleier. Oh, tyfusleier. Die de pijn. Sorry, kus je erop? Nee. Nu ben ik boos. Ga lekker met je verhoers praten, man. Het blijft wel echt lekker, jongens. Die ledrand erbij, die hele tv-muur. Het voegt echt super veel toe. En dan nu die lekkere bank erbij. Het begint wat te worden. Hier komt nog een mooiere tafel natuurlijk. Met mooiere stoelen. Er komt een bank tegen de muur. En dan hier 3 stoelen. Dus ja, maar het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Jongens, we hebben vanavond weer gekookt. Ik ben zo trots op mezelf. We wilden eigenlijk vanavond ook koken. Alleen we waren ja, iets te laat. Er was een beetje miscommunicatie. Dus we hebben pasta's besteld. Maar nee. Oh jongens, vanavond Nederlands elftal. Gaan we winnen, Noorwegen, ja. Italië wint. Hé, dat kan helemaal niet, want Italië speelt helemaal niet. Oké, maar weet je dat toch? Ja? Nee, weet je dat. Ze spelen tegen Finland. Die kan echt niet vroeg. Ja, nog geoefend. Weet? Vlog, hè? Ja, ik heb een vlogcursus gedaan laatst. Nee, bij wie? Nou ja, met Gio. Ja? Met Gio. Ik heb een half jaar met Gio gewoond, dat was een vlogcursus. Oh, leuk, leuke vlog. Oh! Oh! Hey Gio, pik je dat? Gio, pik je dit? Ja, ik hoor boxing influencers. Oh. Oké, er wordt te veel gedist hier. Maar goed, jongens en meisjes. Nederlands elftal gaat spelen. Ik ben heel hartstikke benieuwd, dus we gaan lekker op de bank zitten en we gaan kijken! Ja, Nederland heeft gewonnen met 2-0, dat is hartstikke top. Dus we gaan naar Qatar en dat is hartstikke mooi. Maar goed, ik ga nu lekker mijn heerlijke bedje in. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!